De Formule 1 lijkt de komende jaren op de nodige grote veranderingen te kunnen rekenen als het gaat om de kalender. Er gaan geruchten over het mogelijk laten vallen van de Grand Prix van Monaco. En daarnaast lijkt een terugkeer van de Grand Prix van Zuid-Afrika steeds dichterbij te komen. Het doorgaans goed geïnformeerde Automotor in Sport weet namelijk te melden dat de toekomst van de traditionele race serieus in gevaar komt vanaf 2024. De organisator vanuit de Prinsendom betaalt namelijk nauwelijks inschrijfgeld, beschikt over een eigen pedalclub en wil ook de eigen sponsoren tonen tijdens de race. Nou, traditionele races zoals Monza, Silverstone, Spa en dus Monaco hoeven niet meer te rekenen op speciale bescherming in het kader van traditie. En de huidige omstandigheden rondom Monaco laat steeds Stefano is serieus achter de oren krabben. Monaco heeft ons meer nodig dan wij, Monaco, is op dit moment de heersende tendens. En daartegenover staan natuurlijk dat er een rits aan nieuwe races staan te trappelen. om de stokjes van de races, zoals Monaco en Frankrijk, over te nemen. En een van die races verschijnt ook mogelijk in 2024 op de kalender: de Grand Prix van Zuid-Afrika. De organisatie van de race in Kialami zou volgens het Duitse Medium al een aanvraag hebben ingediend bij Dominicali. Daarmee komt de droomrace van Lewis Hamilton steeds meer dichterbij. Om die wens in vervulling te brengen, moet er dus wel eerst ruimte worden gemaakt op de kalender. Lewis Hamilton is voorlopig niet van plan om medewerking te verlenen aan de regel van wedstrijdleider Niels Wittig. In de voor het Australische weekend verstuurde event notes van de wedstrijdleider viel te lezen dat het dragen van sieraden tijdens een race verboden is. Maar goed, de zevenvoudig wereldkampioen trekt gewoon lekker zijn eigen plan. Ja, ik was niet van plan om ze te verwijderen. Ik vind dat dit persoonlijke zaken zijn. Je moet kunnen zijn wie je wil zijn. En dat zal ik ook blijven doen. Daarnaast zijn er dingen die ik niet kan verwijderen. Deze kan ik er niet eens uithalen, zegt hij wijzend naar de piercing in zijn rechteroor. Ze zitten vast, dus het kan alleen als ik mijn oren eraf hak of zo. Dus ze blijven sluit hem af met Max Verstappen, want hij klaagde namelijk na afloop van de Australische Grand Prix over de snelheid waarmee de safety car over het Albert Park circuit ging. Hij noemde de auto van Aston Martin een schilpad. Nee, als Charles Leclerc geconfronteerd wordt met de woorden van zijn Red Bull-rivaal, zegt hij dat de safety car ja, inderdaad wat snel uit tekort komt. Verstappen had de kans om Leclerc bij de herstart na de tweede safety car aan te vallen, maar slaagde hier niet in. Toen hem werd gevraagd waarom dat niet lukte, zei Verstappen dat dit te maken had met de snelheid van de safety car. Het is gewoon dat er zo weinig grip was omdat de safety car zo langzaam reed. Zo klaagde de Nederlander die de safety car, die dit seizoen geleverd wordt door Aston Martin, omschreef als een schilpad. Wanneer Leclerc geconfronteerd wordt met de woorden van Marx, erkent hij dat de safety car langzaam was, maar zegt hij ook dat Aston Martin echt wel op zijn limiet reed. Op de vraag van de race naar zijn mening over de woorden van Verstappen over de safety car, zegt Leclerc dat het eigenlijk altijd wel langzaam aanvoelt in de auto. Veel coureurs laten altijd kritisch van zich horen over de boordradio, over het tempo van de safety car, maar dat deed Leclerc uiteindelijk niet. Ik wilde ook klagen, maar toen zag ik hoeveel de safety car al gleed in de bochten, dus ik denk niet dat hij meer kon doen. Ik wilde er niet nog meer druk op leggen, zo zegt de Ferrari-coureur. Was hem dan het GPFans nieuws van de maandagmiddag. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder. En dan zie ik je morgen weer bij een gloednieuwe video hier op GPFans.